dokter. Goedemiddag, zusters. Goedemiddag, dokter. Zo, en wie hebben wij hier? Dit is meneer Ladenius, dokter. Hij is gevallen tijdens het testen van de Hyperloop. De wat? Ja, dat dachten wij ook, ja. Ja, dus we hebben een beetje navraag gedaan. En lang verhaal kort. Nou, het is blijkbaar een nieuwe techniek, hè, die ervoor zorgt dat je sneller van punt A naar punt B gaat. Ja. Oh, bah. Bah? Bah? Ja, lijkt me vreselijk. Maar dokter, het is toch juist heel leuk als de techniek je helpt om lekker snel van A naar B te komen? Nee hoor, nee hoor. Niet? Nee, als ik naar mijn werk ga, wil ik het liefst zo langzaam mogelijk. Zo langzaam mogelijk? En als u weer naar huis gaat? Ook. Want thuis vind ik er ook niks aan. Oh. Dus waar ik ook ga staan. U gaat het liefst zo langzaam mogelijk. Oh. Ja, vooral als ik met jullie ben, zusters. Oh. Ja, dan roep ik het liefst, stop de tijd. Oh. Geniet van dit moment. Ja, dokter, ja. Nou ja, dat kan u niet meer, hè? Niet? Nee, niet met meneer Ladenius en zijn hyperbolplannen hier op tafel. Door types als hem voel ik me gewoon opgejaagd. Dat vind ik echt vervelend voor u, dokter. Wat kunnen wij hier aan doen? Laten we zo snel mogelijk weggaan. Zo snel mogelijk? Maar daar heeft u nou juist zo'n hekel aan. U heeft gelijk, laten we zo langzaam mogelijk weggaan. Samen voetje voor voetje. Naar een terrasje. Leuk! Daar trakteer ik op een glaasje slowjuice. Oh, maar de patiënt dan? En die mag een nieuwe afspraak maken, zo snel als hij zelf wil. Langzaam, zusters. Langzaam.